Feestelijke start van project Als je haar maar goed zit. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Zaterdag vond in het pand van Menora de feestelijke opening plaats van het knipproject Als je haar maar goed zit. De opening werd verricht door wethouder Paul Blokhuis. Vorig jaar werd het project eenmalig gehouden, maar nu heeft het een maandelijks vervolg gekregen. Daarmee heeft Apeldoorn de landelijke primeur om dak aan thuislozen een gratis knipbeurt te geven. Het is inderdaad de eerste kapsalon voor dak aan thuislozen die iedere maand, stringent iedere maand open is. En met echte kapperspullen, echte kappersstoelen en spiegels en alles wat er nodig is van tondeuses. Wat houdt het knipproject precies in? Het knipproject is begonnen toen ik nog een knipcursus volgde. En toen heb ik gevraagd, of het idee gelanceerd van wie vindt het leuk en wie wilde meedoen om eenmalig een keer dak- en thuislozen te knippen. En daar kwam reactie op. En toen hebben wij ons aangemeld bij MOA Present hier in Apeldoorn. En daar waren ze zo enthousiast, dat we binnen een week kregen een locatie toegewezen. En dat was hier in dit gebouw, in Menora. En dat was een kleine kinderruimte met mini-stoeltjes, mini-tafeltjes. Dus die verbouwden we elke keer met de middelen die we hadden. En zo zijn we begonnen voor eenmalig. Maar we werden zo enthousiast. En de dak- en thuislozen, de doelgroep was zo enthousiast. En het was zo heerlijk om te zien hoe die mensen er helemaal blij werden en opgekrikt werden. En een stukje eigenwaarde weer een beetje omhoog kwam. Als ze gewoon heerlijk geknipt werden en verzorgd werden. En toen hadden wij zoiets van, ja, maar dit willen we vaker doen. Het initiatief wordt door de gemeente ondersteund die financieel heeft bijgedragen aan de inrichting van de kappershoek die doorgaans een garderoberruimte is. Drie vrijwilligers gaan maandelijks de dak- en thuislozen een verzorgd kapsel geven. Vindt u dit een goed initiatief? Ik vind het een heel goed initiatief wat hier gebeurt. Denkt u dat u vaker hier naartoe gaat om uw haar te laten knippen? Zeker, aangezien de omstandigheden dat ik weinig geld heb om naar de kapper te gaan, kom ik zeker graag hier terug. Hoe weet u dat de klanten die hier komen ook echt dakloos en thuisloos zijn? Dat was ook een van mijn doelen. Ik wilde binnen dak- en thuisloos Apeldoorn blijven. Op het moment dat wij hier knippen, dan is er ook een gratis maaltijdvoorziening voor ze. Dan komen ze hier voor de maaltijd. Dus diegenen die hier komen, de dak- en thuisloos Apeldoorn, de coördinator, die kennen ze allemaal. Dan worden ze eigenlijk min of meer gescreend, is een groot woord, dat is niet het goede woord. Maar dat is de garantie dat we hebben van dan zijn we bij de goede mensen. De goede mensen krijgen wij dus ook binnen. Dus dat is de zekerheid die wij hebben van dit is echt een dak- en thuisloze die echt het kan gebruiken om gratis geknipt te worden. Wethouder Paul Blokhuis moest er ook aan geloven en kreeg ook een knipbeurt. Maar daar viel voor de kapsters niet veel eer aan te behalen. Het echtpaar Willems uit Apeldoorn is zaterdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de scoutingvereniging Marca Alpoldro. De koninklijke versiersels werden door loco-burgemeester Hans Brouwer bij de heer en mevrouw Willems opgespeld. Zij kregen de koninklijke onderscheiding omdat zij jarenlang zeer actief zijn binnen de scouting in Apeldoorn. De evangelische basisschool Tabitha in Apeldoorn mag van de gemeente gewoon open blijven. Tabitha biedt sinds 2 jaar bijbelgetrouw onderwijs aan en telt nu 15 leerlingen. D66 had bedenkingen over de kwaliteit van de school en haalde het voorbeeld aan van een evangelische school in Rotterdam die op last van de gemeente is gestopt. BMW van Apeldoorn wijst de kritiek van de hand en ziet geen reden om in te grijpen. Ook de onderwijsinstelling ziet geen reden om eerder een bezoek aan de school te brengen.